moderne voorzieningen was. En dat was op Schokland niet te vinden. Niet voldoende in ieder geval. En op een goede manier bereikbaar, zodat men ook een film kon opnemen. Dus dat is hier in deze omgeving opgenomen. Er is ook een hele route uitgezet. Dat is de Braveheart route. Dan ga je langs de locaties van die film. Moet je wel af en toe uit de auto stappen en een bergje beklimmen. En zo is er nog een route, dat is de Excalibur route. Dat is een film over het zwaard van koning Arthur. Dat is ook hier opgenomen. En de strandopname van de film Saving Private Ryan. Een film over D-Day. Speelt dan wel op de invasiestranden, maar is voor een deel op het strand van het graafschap Wicklow opgenomen. Omdat men daar ook weer een goed stuk strand had zonder moderne huizen op de achtergrond. En dan dalen we de vallei in met de naam Glendalough. Een loch is een meer en een glen is een dal. Een meer in een dal. Dat is op dezelfde manier gevormd als waar we een paar dagen geleden waren in Glenvee. Je weet wel van dat kasteel, van John George Adair en nog die twee anderen die na hem daar gewoond hadden. First night. Hier heeft een mooi uitzicht op het dal. Het is gevormd in de ijstijd. De gletsjers die dat ijs verzamelden in het dal en dat schuurde het steeds verder uit. Het relatief zachte gesteente in dat dal is verder uitgeslepen. De bergen zelf, daar konden die gletsjers nauwelijks wat van afhalen, want dat was dan weer graniet. Dat kunt u ook nog wel zien als je naar die brokken steen kijkt. Dan is het die glinstertjes erin die graniet ook wel kan hebben. Graniet is ook een stollingsgesteente, net als basalt wat we bij de Giant's Causeway zagen. Het verschil is dat basalt is boven de aarde gestold. Weliswaar voor een deel in zee. En graniet, daar is het magma eigenlijk nooit buiten de aarde gekomen. Dus het is wel vanuit de binnenste van de aarde omhoog geperst. Maar het is eigenlijk aan de buitenrand van de aarde is het tot stilstand gekomen. Omdat het er niet uit kon. En daar is het heel langzaam gestold. De temperatuur is daar veel hoger dan aan de buitenkant. En zo heeft dat heel lang geduurd. En daardoor is die kristalvorming ontstaan van al de verschillende glimmertjes die je erin hebt. En afhankelijk van het materiaal wat door die vulkaan is uitgestoten of wat vanuit het binnenste van de aarde naar boven is geduwd, heb je graniet wat roodachtiger is of wat meer wit of wat meer zwart bevat. Maar altijd als die glinstertjes erin zitten, dat bijna lijkt alsof er stukjes zilver in zitten en dat heet ook glimmer, dan is het graniet gesteten. En het heet zo vanuit het Latijn, granus, korrel, omdat graniet zo'n korrelige structuur heeft.